Ja, ik heb weer een kleurtje in mijn haar. Haha. Ha. Maar in ieder geval, ik zou zeggen, een hele fijne dag vandaag. Het is vandaag zaterdag en het is de 29e. Ja. Oh, die staat nog open. Ja, 29 december. Het klokje gaat aardig een stukje verder naar oud en nieuw toe. En voordat je het weet, zitten we niet meer in 2018, maar in 2019. Maar ik wens jullie ook een heel hartelijk welkom weer bij een gloednieuwe vlog. Van natuurlijk, wie anders? Corina en de Beestenboel. Ja, die heeft net even zijn eten van gisteravond nog opgegeten. Dat moet kunnen. Het is, hoe laat leven we? Mijn ogen is wazig. 13:54. Ja, ik ben ook zelf een beetje laat met mijn lunch, maar dat doet er niet toe. Ik moet straks ook nog de hort op, even boodschappen doen. Ja, dat, ik weet niet of ik jullie meeneem, ja of nee. Ik weet het eigenlijk niet. Het is iedere keer hetzelfde ritueeltje, dat boodschappen gaan doen. Ja, dat zo nu en dan meenemen, oké, prima, niks op tegen, maar het hoeft niet iedere keer, toch? Nee. Dat, ik ga zo meteen dus wat boodschappen doen. Jan van Dam, die komt morgen. Ja, die, hoe laat weet ik ook niet, heeft hij nog niet medegedeeld. Frodo, daar heb ik net weer mee gevochten, heeft de medicijnen gegeven. Ja, van de ene, dat, jullie konden het niet lezen, zag ik. Dat is 20 tabletten clindorol van 200 milligram, dosering 2 keer daags 1 tablet ingeven. Mooi. Dan krijgen we de andere. Dat is ook 20 tabletten dexoral, dosering 10 dagen 1 tablet per dag, daarna per onderdag 1 tablet. Dus ja, dat is eventjes vechten, hè. Maar ja, maakt niet uit. Nou zeg, brom niet zo tegen elkaar en Blair niet zo. Haat en nijd, nee, hoe noem je dat? Liefde en haat verhouding, ja. Maar ook dat kan gebeuren. Maar ik zou zeggen, lieve vrienden, geniet van jullie verdere dag. En doe alles maar weer met een glimlach, hè, doe ik ook. Ja, altijd blijven lachen, wat er ook gebeurt. Ik ga zo meteen ook even de markt over, want ik heb een vriendin op de markt staan met een man. Die verkoopt hoeden en petten en caps en sieraden. Hele leuke lieve mensen. Ik hoop dat ze er staan, want ze staan er ook wel eens niet altijd. Want ja, ze hebben ook wel eens ergens anders dat ze uit zijn genodigd om op een markt te staan. Oké, het kost me wel geld, maar dan verdienen ze wat meer dan hier in een helder. Ja, want de markt... is niet veel soeps meer. Het was vroeger veel leuker, veel gezelliger, veel drukker, meer marktkramen. Er stond de straat vol. En nu? Nee, ik is bij wijze van spreken op één hand gaan tellen. Nou ja, bij wijze van, hè. Dat klopt ook wel weer niet. Het zijn wel twee handen, maar er staan er niet veel. Nee. En dat vind ik jammer. Maar ja, wat doe je eraan? Twee keer niks. Nogmaals, geniet vandaag en ik spreek jullie straks alweer. Doei, doei. Nou, ik denk dat hij naar boven toe mag, maar zo is het niet. Gert op de bank. Frodo. Hallo. Gert op de bank. Kom dan. Ga maar op de... Nee. Ook die daar naartoe. Op de bank. Goed zo. Ga maar liggen. Ga liggen. Nou. Moeilijk, hè? Goed zo. Grote jongen. Ja, ik ga dus even de hort op. En ik neem jullie niet mee. Nee, het is zo triest, zo donker. Ja, en toch doe ik mijn zonnebril op. Raar, hè? Ja, maar de lucht is scherp aan mijn oogjes. Net zoals het lampje. Ja, doet zeer. Dus ik zou zeggen, tot straks maar weer. Doei, doei. Ja, lieve vrienden, daar ben ik weer. Ik ben weer terug van weg geweest. Frodotje is weer heel erg blij.
En heel erg gelukkig, hè? Dat vrouwtje er weer is. Ja! Hé? Dat ik het een tas vol met boodschappen. Ja, even hier er wat uithalen. Dat is cake. Ik heb het licht zelf al niet eens aan. Zo. En dan de tas. Ja, cake. Nou, en hier zitten spullen in van Big Bazaar. Maar daar zitten ook spullen in. Voor nog onder de kerstboom. Voor Jan natuurlijk, want die moet ook nog een cadeautje. Dit werkt ook niet wat ik wil. Dit is lang niet fijn. Maar ja, ik kan er ook niks aan doen. Die draaipot die eronder zit, blijft loszitten. Irritant. Maar ja, oké, maakt niet uit. Ik ga lekker een bakje koffie maken en ik heb geen bounty mee, nee. Zelfs vergeten, kun je nagaan hoe druk ik ben in mijn hoofd. Maar ja, je komt mensen tegen die je anders niet tegenkomt en dan maak je een praatje mee en leuk, gezellig. Ik heb wel nog een nieuwe jurk gekocht. Als ik die trek ik straks even aan, dan kan je dat zien. Dat is leuk. Nou zeg! Wat is dat dan? Wat is dat dan? Wat is zo janken? Wat is een dikkie? Vrouwtje is toch thuis? Hé? Ja? Hé? Jo, lekker hè? Je krijgt zo meteen koekje. Ja, je krijgt zo meteen koekje. Ja? Wat een dikkie hè? Maar oké, ik ga lekker een bakje koffie maken en even een koekje erbij. Net wat ik zeg, koekje erbij. En ik spreek jullie straks alweer. Tot straks. Ja, daar zijn we weer even. Ja. En ik heb mijn nieuwe trui aan. Althans, trui. Het is nog een lange hoor. Want kijk. Komt tot aan mijn knieën. Dus het is een lekkere lange trui. En ik vind het mooi. Het is... ik hou eigenlijk niet van okergeel. Maar dit is niet echt okergeel. Wat het wel is, ja. Okergeel wat groenachtig. Van dat mosgroen, dat, ja. Dus ja, en een zwart sjaaltje erbij die ik vorige keer al had gekocht. Nou, dat staat toch perfect. Zwarte broek of een legging eronder of wat dan ook. Ja, dat 19 euro was die trui. Nou, dat is toch niet duur, dacht ik. Nee, ik vind dat niet zitten, hè. Het zit iedere keer los. En ik doe er niks mee. Ik zet hem neer en hij pak hem weer op en zit weer los. Ja, die draaipot. Nou, die was duur. En dan heb ik nog ook de verkeerde. Volgens de geleerden. Nou ja. Doet er allemaal niet toe. Ik vind ze maar niks. Nee, die andere zit er steviger onder. Dus ja. Ik denk dat ik deze er maar weer afhaal en die andere eronder zet. Dat zit veel steviger dan deze. Maar ja, wat doe ik er al? Nu momenteel niks. En wat had jij? Ik hoorde mauw. Wat was het dan? Kreeg je even geen aandacht? Oh, mauw? Mauw? En die daar? Die is ook lief. Hé, Frodoetje? Nou, denk ik, bekijk het even. Nou, en Kandalf die zit daar, hè? Die zit lekker op de vensterbank te genieten om naar buiten te kijken, hè? Ja, hè? Het is hier trouwens hard gaan waaien, ja. En mauw, ja? Is het zo? Hé? Ach, manneke toch. Ja. Oh, pootje. Dan ben je pootie. Och, is Ruitje zo lief. Hé?
En oh, kompootje weer. Hé? Oh, witpootie. Oh, godje tikkie. Ja, maar ik heb niks eraan als ik een nageltje zien krijgen, hè? Zachtjes doen. Maar oké, lieve vrienden. Ik ga zo meteen mijn vleesje braden. Wat krijg ik? Ik weet niet eens wat ik gepakt heb. Varkensvlees. Een hamlap. Ja, een hamlap. Gaan klaar, lekker bakken. En de diertjes krijgen te eten. Dus komt allemaal goed. Ik zou zeggen, tot straks maar weer. Doei, doei. Ja, lieve vrienden. En het is alweer laat. 7 uur vroeg in de nacht. Ja, het is tegen 3:30. Lijkt dat goed? Oh, ja. Oh jee. Nou, die staat ook al klaar om naar bed toe te gaan. Hé? Ja. Morgen komt oma Jan, hè? Oftewel vandaag. Ja, dat lieve vriend, ik zou zeggen, welterusten, slaap lekker met mooie dromen, gezond weer op en graag tot straks. Doei, doei.